Hallo, we hebben nog net tijd om een afleveringetje te doen van Let's Play Super Mario Galaxy 2. Nou, we zijn weer bij deel 6, jongens en meisjes. En we gaan nu Fluffy Bluff doen. Ik moet zo naar atletiek training, dus we kunnen een kwartiertje opnemen, dan moet ik weg. Maar goed, dit was een leuk level met wolkjes. Search for the Tower Brigade Captain. Oh, dat is die Pipo, die met zo'n ding op staat. Nou ja, we gaan natuurlijk weer precies laten zien hoe je al deze sterren pakt van het hele level. Oh, die Toad Brigade is bang. Het boeit me helemaal niks. We gaan verder. Oké, hier is dus ook weer een extra ster waar je muntjes moet verzamelen. Ja, heel veel muntjes. Om precies te zijn, ja, nou, 100. Ja, nou ja, je raadt het al. Hoe krijg je die muntjes? Nou ja, hier zit een buis. Ja. En daar zijn alle muntjes. Die zijn heel lastig te pakken allemaal. Want kijk, eerst krijg je vierkantje. Dat is de makkelijkste. Dan krijg je rondje. Ja, die is nog iets moeilijker. En dan krijg je de moeilijkste. Come on! Ja, starbits! En kijk, dan krijg je dus een hele dikke jackpot met allemaal starbits. En goed, we hebben weer aardig wat batterij, dus we kunnen weer wat gaan opnemen. Oké, we hebben nu al, hoeveel muntjes hebben we al? We hebben al 65. Nou ja, dat gaat lekker. We moeten er dus 100 hebben en daar zijn er ook nog heel veel. Dus, ja, nou, stamp maar. Krijg ik weer een muntje. Oh nee, stop it. Oké, volgens mij zit er ook nog een vraagteken. Nou ja, laat het maar. We gaan door. We moeten 100 muntjes verzamelen. Ja, dat zijn er natuurlijk een heleboel. Maar goed, dit is dus Wolk Mario. Dan kun je dus 3 wolkjes maken. Nou, het is helemaal geweldig. Oké. Ik heb geen zin om nog allemaal dingen. Kom hier ook nog muntjes uit? Nee. Kijk, dan is hier een geheime star. Nou, ligt weer een totem af. Nou ja, dat boeit me helemaal niks. Maar hier moeten we naar boven. Hier zit dus zo'n coinvreter. En hier komen ook nog 4 rijen van die coins. En als je nou pro bent, dan pak je deze allemaal. En dat ben ik. Want ik pak ze allemaal. En dan heb je dus, als het goed is, deze coinvreter tevreden gesteld. Want deze heeft 100 coins nodig. Echt vreedzekkers dit. Want daar gaan alle coins. Weg met de coins. Nou, dit is de thief. I'm so full. Wow, which thing to go to? Transform. Oké, nu komt er dus een nieuw planeet. Als het goed is een klokkentoren. Ja, dat dacht ik al. Oké, dan komt er een roze ster. Waar je in kunt transformeren. En dan ga je naar de klokkentoren. Oké, hier is dus ook weer een geheimpje over te vertellen. Pak eerst even de vlag hoor, jongens en meisjes. Nou, ik zal eerst wel even laten zien hoe je dit level moet halen. Want er zijn elke keer weer wolkjes. Dit is echt een strontmakkelijk level. Nou, leven. Gratis en voor niks. Nou, dan zijn daar alweer de volgende wolkjes. Nou, hier alweer de volgende. Maar, nu komt iets geheims. Hier kun je overrek. Ja, hier kun je heen. En als het goed is, is hier ook nog wat. Leven! Ja, dit is dus echt super geheim. We hebben nu al 2 geheime dingen ontdekt. Die buis en dit. Nou ja, met deze transformaatster kun je weer helemaal, nou ja, bijna helemaal op het tapje komen. Wat heel dom is, hier zit ook nou een wolkje, geen flauw benul waarom. Want je kunt hier gewoon heen lopen en daar is gewoon weer een wolkje. Maar goed, we hebben weer een sterretje te pakken. En ik zal je vertellen, dit was niet echt een hele lastige ster of zo. Nou ja, behalve als je natuurlijk een klunzer bent. Maar goed, ik heb weer een sterretje te pakken.
op zich niet een heel moeilijk level. Als je het een beetje kent. In 5 minuutjes een ster en dan kunnen we weer wel 3 sterretjes doen, denk ik. We hebben er al 10. Nou, we gaan snel door naar de volgende ster. We kunnen nu naar het kasteel, maar daar heb ik nu totaal geen zin in. We gaan eerst de eerste ster van... dat wolkenbrut doen. Hier, fluffy bluff. En de Comet Metal moeten we natuurlijk ook nog zien te grijpen. Maar ik heb net eigenlijk geen flauw idee waar de Comet Metal is. Search for the Toad Brigade, Captain. Moeten we nou alweer zoeken naar die gek? Nou ja, we gaan gewoon doen wat dat ding ons vraagt. Hoi vogel, doei vogel. Hij komt hier maar achterna, die rotzak. Doe jij. Oké, het is dus de bedoeling dat je met deze wolkjes hier opkomt. Nou ja, dat doe ik zonder wolkje te verprutsen. Nou, en hier is dus water. Hey, durf je wel? Angry Bird. Oké, in dit blokje, wat zegt dat nou? Ja, hallo. Kan ik ook met je praten? Water, Lewis Cloud. More ahead to keep going. Oké, prachtig, jongen. Maar ja, hier krijgen we gewoon weer nieuwe wolkjes. Oh ja, en als je geen wolk Mario hebt, dat kan ik alleen maar laten zien. Dan verdwijnen de wolkjes, dus dat is niet zo handig. Alleen, ja, hier kun je dus ook gewoon een dikke shortcut nemen. Hopsa. Nou, hier is gelukkig weer zo'n vlag en ook zo'n dom bord. Wat zegt dit wolkje? Make 3 clouds. Nou, jongens, ik vind het wel heel dom dit. Want hier hoef ik dus 0 wolkjes te gebruiken. En hier ook 0. Dus het spel denkt dat je nu nog maar 1 over hebt. Nou ja, ik heb er nog 2 over. Dus ik kan nog 2 wolkjes gebruiken. Ja, dat is wel heel dom uitgelegd van het spel. Maar goed. Maar hier is dus water. Oh ja, hier hebben we de Comet Metal. Maar dan gaat je wolkje kapot. Gaat je wolk Mario eraan. En dat wil je niet hebben. Oké, maar hier is in ieder geval de Comet Metal. Hoppa, gepakt. Oké, hier moet je dus alle puzzelstukjes ontdekken. Ja, dat is niet echt heel moeilijk of zo. Die liggen gewoon voor het grijpen over de hele planeet verspreid. Hier nog één. Nou, en hier is nog zo'n klote ding. Hoppa. Nou, en dan krijg je dus een transformatie. Dat was moeilijk. Nee, jongens, even zonder gekheid. Dit is een heel simpel stelletje. Nou, waar komen we nu weer terecht? Bij een of ander, ja, nou ja, je ziet het wel. Hier moet je dus eigenlijk helemaal zijwaarts gaan lopen. Wat je ook kunt doen is gewoon hoppa, hoppa, hoppa. En hoppa, hoppa, hoppa. Dan kun je hier komen. Alleen dat is niet leuk voor de let's play. Want mensen willen ook kijken hoe je die one-up pakt en zo. En hoe je dit stukje doorgrondt. Nou, hier kun je even een wolkje gebruiken. Nou, hier kan je nog even een wolkje gebruiken. En dan heb je de 1-up. Dan kun je natuurlijk nog even verder voor de lol. Dan kun je ook voor de lol dit vraagteken even pakken. Maar ja, ja, ik vind dit echt lollig of zo. Hoe kom ik hier nou in vredesnaam weer omhoog? Ik denk dat je dat gewoon met deze dingen moet doen. Gewoon zo, denk ik. En dan, ja, hoppa. Nou, en ik heb dus nu nog Wolk Mario. En kijk, je moest eigenlijk die lineaal gebruiken, maar daar heb ik geen zin in. Ik doe gewoon zo, hoppa. Nou, hebben we de dikzak ook gevonden? Heb je het koud, jongen? Het is er helemaal niet koud, man. Ik heb Wolk Mario, leuk hè? Oké, ik heb geen zin. Oké, ik praat alleen met jou. Kesp, herf, some monkey with chocolate, you shoot me, you to race, you go instead. You shoot me, but it's not a cat, but it's not a dog. Hij is gek. Jongens, volgens mij moeten we gewoon naar die monkey, maar hier ligt natuurlijk nog wel iets voor het grijpen. Anders zou dit een heel saai level zijn. Nou, kijk eens even. Hier ligt nog een extra leven. Ho, en dan ga ik ook nog falen. Dat hoop ik niet. Maar goed. Nou, hoppa, extra leven. Nou, dan komen nu dus bij de monkey. Wow, it wasn't expecting you. Good working up there. They call me the champ, seem to like me the high clipping wibble. Take this star, we'll talk later. Oké, geef me die ster.
Ja, bedankt. Wat heb je nu nog te zeggen? See ya around. Het boeit me helemaal niks. Ik pak de ster. Doei. We zijn 10 minuutjes bezig. We moeten nog 5 minuutjes hebben we nog. Nou, dan kunnen we nog wel een sterretje doen, denk ik. Ga niet met het kasteel, denk ik hoor. Dat duurt me veel te lang. Oh jee. Ja, dat dacht ik dus al. Oké. Die dikstuk heeft ook weer van alles te vertellen. Nou ja, kom maar op dan. Kom maar op. Look at that. I see the book bag in some kind of. Floaty souvenir. Let's a cloud flower with some white stuff on there. Ik vind het helemaal geweldig, maar niet heus. Wil je kappen met die onzin? Ik doe al zo mijn best. Dan gaat het ding ook zeuren dat ik Paul Ruff moet meenemen. Nou, ik heb een strandmie nog van. Hup, we gaan die staart even pakken en dan klaar. Opsla. Oké, volgens mij moeten we nog even, nog even een paar dingetjes. Want we kunnen niet met het kasteel doen volgende keer. We moeten ook nog een titel voor dit ding bedenken. Nou ja, daar heb ik dus geen flauw idee van. Hier, dit ding maak ik nog wel even open. Nou, de volgende keer gaan we het kasteel doen. We hebben nu tot nu toe alles compleet. Die hebben we compleet, die hebben we compleet. Die hebben we tot nu toe compleet. Die hebben we tot nu toe compleet. Die hebben we tot nu toe compleet. En die hebben we tot nu toe compleet. Dus ik heb even niks te doen. Oké, dan ga ik even naar het starship toe. Want dan laat ik jullie nog daar een paar dingetjes zien. Niet lang hoor, want ik moet zo naar atletiek. Wisten jullie al dat ik op atletiek zat? Nou ja, in ieder geval, hier zijn nog een paar dingetjes. Nou ja, rode sterretjes en dergelijke en allemaal dingen. Nou, in ieder geval, dit is een hele saaie planeet waar je koffie kunt drinken en zo. Later krijg je ook Wolk Mario en je kunt hier ook nog heen. Ik wil je wel even een glitch laten zien en dan kappen we ermee voor vandaag. Hier, nou hier is nog een 1-up. Altijd handig zou ik zeggen. Alleen ik laat jullie nog even een glitch zien, goed? Hier is een Yoshi egg. En dan ga ik jullie nu een glitch laten zien, let op. Hopsakee, in één keer goed. En dan heb je dus een tong van meer dan 80 kilometer lang. Nou, het is helemaal geweldig. Die zit dus nog steeds aan die taart vast. Nou ja, ik vind het ook helemaal geweldig. En laat me erin! Ja, eindelijk. En nu denk je van, nou kan ik hem wel weer losmaken. Maar nee, dat is niet zo. Kijk. Je zit dus gewoon vast aan die taart. En dat zie je nu niet, maar het is wel zo. Grappig, hè? Misschien moet ik zo even kijken. Ja, je ziet het dus niet, nog dommer. Maar ja, je kunt er dus ook mee hierheen en zo. Dan komen we bij die oplaagbergplaat. Bla 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 bla. Dikke tong. Nou, wauw. Nou ja, in ieder geval, deze glitch vond ik wel heel grappig. Om even te laten zien. Nou, hier heb ik een megaton. Nou, leuk. Hier, loem maar leuk, hè. Dat ik een megaton heb. Nou ja, ik spreek jullie later wel weer. Bedankt voor het kijken en... Oh, ik kan nog wel mijn staarbits even loodsen. Ja, hallo. Hij heeft dus nu een staarbits vast, maar hij kan later ook andere dingen vast hebben natuurlijk. Oh, hij heeft al 999.000. Dat is wel heel vreemd, want ik heb nog geen staarbits gedaan. Oh, wacht. Dit is natuurlijk van alle accounts. Nou, prima, banktoot. Dan geef ik je niks. Oké. Nou, heb jij nog wat te vertellen? Ja, hoppa. Dan ben ik de dingen ook kwijt. Nou. Getting used aboard the ship. Put it smooth on out. Oké. Tot de volgende keer bij Let's Play Super Mario Galaxy. Ik zal nog even de titel verzinnen. Maakt niet zoveel uit, hè. Nou, ik ga nu atletiek trainen. Ik hoop jullie gauw weer te zien. En tot dan. Bye.